Goedemorgen. Ja, ik zie er wat netter uit. Ik zag op elk filmpje dat ik als ik op het net op het jaar uit bed kwam. Dus, maar wat een wedstrijd gisteren weer met Schotland tegen Australië. Schotland met één puntje verloren. Maar wat een wedstrijd, wat een wedstrijd. En daarna zie je, hoe heet het, voetbal en dan krijgt er eentje een klapje in zijn gezicht. En op de wereld vergaat, mijn mooie gezicht. Ga erheen. Nee, ik ben afgehaakt van voetballen. Ik vind helemaal niks meer. Maar ja, in ieder geval, het is weer maandag, dus we gaan er weer vallen vol. Tegenin. Ja, sorry dat u soms alleen maar dit ziet, maar ik ben nog zoekende. Ik ben nog zoekende hoe ik het beste vast kan houden. Wat ik als ontbijt heb, is mijn lievelingseten. Kwark. Ik kan niet elke morgen een ei nemen, dus ik zou blij zijn als mijn gebitje er is, want dan kan ik ook weer andere dingen eten. Ik heb kwark. Kwark met havermout en honing, want anders vind ik het niet te nachelen. Dus. Ik ga eten, want ik ben al een beetje laat. Punk heeft tegenwoordig een nieuwe manie. Mij niet de maling nemen. Dan gaat ze boven de vensterbank hangen en dan gaat ze naar beneden zitten kijken. Automatisch ga je dan ook zitten kijken. En dan ligt er helemaal niks. Dus. Dat was het. En. Ja, ik hoop dat hij nou goed staat. Ja. Zo, goedemiddag, daar zijn we weer. Helemaal kapot. Na 2,5 uur trainen. Het is echt. Ja, het is echt. Afzien af en toe. En. Samen met Wim hebben we weer. Aardig wat gedaan. De borst. De schoudertjes. De triceps. En lopen. Fietsen. En roeien. Dus in onze benen. En we hebben gekeken hoe ver we dat weg kunnen drukken. Maar 110 kilo, dat is me toch te zwaar hoor. Dus daar bleef ik op steken. Op na 110 kilo. Maar ik heb het volgehouden op 2 keer 86, een serie van 15. Twee series van 15 op 86 kilo. Dus dat is aardig. Nou, ik heb nog steeds geen gebit. Ik moet morgen weer heen. En dan hoop ik om donderdag te hebben. Dus. Maar ik heb wel een salade met sardientjes. En wat. Nou ja, en tomaat. Dus dit is. Dit is het ding uit de lunch. Punk die zit erop te azen, want er zitten natuurlijk sardientjes in. En ja, ik hoop dat het nu goed gaat met die zelfpie stick. En dat ik hem op deze hoogte heb zo. Want anders, ik kan het zelf niet zien, dus. Maar ja, ik ga vanmiddag nog even fietsen. Ik neem hem mee, want het regelt niet. Dus laten we hopen dat het droog blijft. Dus. Tot later. Ik had u beloofd om mee te nemen met het fietsen. Ik sta hier midden in het Twiske. Ik heb nu 11 kilometer gefietst. En ik moet er nog een stuk of 10, ben ik weer thuis. Maar zoals u ziet, het is heerlijk weer. Er is geen zon, er is bijna geen wind.
Het is grijs en grauw. Een mooie herfstdag, zouden we zeggen. Dus ik vind het echt lekker weer. En er zijn weer fietsers. Dus. Ik sta hier nu bijna bij Zaandam. Maar ik zit nog steeds in de natuur. Dit is de Oostzaanerpolder. Je ziet daar de contouren van Zaandam op de achtergrond. Ik zou er niet willen wonen in Zaandam. Maar ja, sommige mensen wel. Dus. Nee, ik heb nu 18 kilometer gefietst. Volgens mijn kilometerteller, volgens mijn GPS, 20. Dus het schiet lekker op. Ik heb nu zelfs eens een challenge uitgeschreven. En om zoveel mogelijk calorieën te verbranden in een week tijd. En daar heb ik een aantal mensen uitgenodigd van de app. En dat is wel grappig. Goedemiddag, goede avond. We zijn weer aangeland bij wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond makreel met wintergroenten. Maar dan wel met een Oosters tintje. Wat hebben we nodig? Ik heb verse makreel, dus geen gerookte makreel. Verse makreel. Paksoi. Hutspotgroenten, oftewel wortel en uien. Ketchup. Kokosmelk, oftewel kokosmelk. Dat is het enige wat u nodig hebt. En een knoflook en ja, voor degene die rijst willen eten, kan er rijst bij. Ik doe er zelf ook rijst bij, maar dan die calorie- en koolhydraatarme rijst van de meukwinkel. Ik heb ze nog nergens anders gezien. Maar dat eten we vanavond. Dus, ik weet niet of het lekker is. Er staat bij dat het eigenlijk is het recept op tofu, maar ik had toch een beetje trek in vis. En ik heb hem al een tijdje in huis. Dus, tenminste, hij lag in de vriezer. Zo, alle groenten zitten erin. De wortelen, de uien. De uien eerst even aanbakken. Samen met de knoflook. En met de makreel. Dan 2 eetlepels ketchup eroverheen. Ketchup mayonaise. Dan de soja, de kokosmelk. Dat is 200 milliliter en ongeveer 200 milliliter water. En als je dat aan de kook, hebt. Dan doe je daar de wortelen en de paksoi. De paksoi moet in een centimeter dik gesneden worden. Dus in reepjes. Ja. Het blad dat gebruiken we zometeen. En dit is het. Het moet alleen nog even goed worden ingekookt. Anders krijg je een waterige zoon. Een goede avond. Nou, we zitten aan tafel. En je weet allemaal ondertussen wat ik gedaan heb. Ik heb getraind, ik heb gefietst. Ik ben alleen, ik moest nog bij Albert Heijn wezen en pak zooi halen. En de kokosnoot milk. En daar heb ik een leuke schuiver gemaakt. Dus ik heb alleen een geschaafd knietje. En bij mijn linkerbeen. Om mijn
bij mijn voet. Is ook wat geschaafd, maar geen ernstige problemen. Nou heb ik voor vanavond, dat had ik al gezegd, wintergroenten met... wintergroenten met makreel. Nou, ik heb het bordje eens een keertje feestelijk opgemaakt, dat lijkt wel een taartje. U ziet het. Het lijkt wel een taartje. De rijst in het midden. Dat is weer die calorie- en koolhydraatarme rijst van de Action. Dus. Nou, ik ga vanavond niet tzatziki, want het is aan tzatziki doen, want het is kindervakantie. En dan is het gebouw op slot. En dan wordt het voor andere doeleinden gebruikt. Dus ik heb een rustig avondje vanavond. Ik weet nog niet waar ik naar ga kijken. Ik denk, als er weer een James Bond film is, dan ga ik naar James Bond kijken. Maar in ieder geval niet naar... De wereld draait door. Want, nee. Die bitchprikhanen, daar heb ik helemaal geen trek in. En, nou is er in Haiti weer een orkaan gekregen. Dingen. 6 jaar geleden was het ook zo. En, hebben een heleboel geld voor opgehaald. En er is geen stuip. Ja, alles is aan de strijkstok blijkbaar. Dus, ik ga geen geld meer geven en ook niet voor de vluchtelingen. Ik las vanmorgen in de krant dat bij Rutte zou ook in zijn woonwijk zou ook een asielzoekerscentrum komen, maar dat gaat niet door. Dus het mag alleen bij de man met de gewone pet. Dus ik word er scheidsziek van. Als je een kerel bent. Vecht dan voor je eigen land en ga niet op de vlucht. Zo duim eens op. Ik zou, als hier in Nederland de pleuris uitbreekt, ik zou, al moet ik het met een hooivork doen, zou ik ze tegenhouden. Dus wees een kerel en ga erheen en ga weer vechten voor je land, idioot. Dus.